Jawel, daar zijn we weer. Lekker terug van vakantie. De hoogste tijd voor een nieuwe piepshow. Want um, ja, goed. Het feit dat ik op vakantie ga, dat wil niet zeggen dat de gamesindustrie dan denkt: oh, dan moeten we even niks doen. Nee, ze komen gewoon toch weer met een hoop dingen waar we het over moeten gaan hebben. Dus laten we gewoon beginnen, Boris, met... Ja datgene de game die op dit moment natuurlijk de media domineert als het om gaming gaat, Starfield van Bethesda. Um, nou, inmiddels uh, kun je er mee spelen als je hem gepreorderd hebt. Woensdag, oftewel morgen, dan kun je er mee spelen als je een Game Pass-abonnement hebt. Nou, dat wordt voor jou dan het moment. Ja, want ik je hebt er dus... geen code gekregen. Je, je hebt er geen code gekregen. Hoe komt dat? Dat is een mooi bruggetje, namelijk naar uh, Starfield Gate. Uh, Starfield Gate uh, heb ik zelf zo even betiteld. Um, 29 uh, augustus. Um, uh, was de dag dat. Tom Phillips en Tom Phillips, uh, en dat zie je nu in beeld, dat is de editor-in-chief van Eurogamer.net.net. Uh, uh, dat is best wel een, een, een flinke site. Hij is van ReadPop, hij is onderdeel van ReadPop. Uh, die melden van: Jongens, um, onze review van uh, Starfield uh, die gaat uh, absoluut niet op tijd komen. Hier staat: er, Why our review will be late? Uh, je moet je tegenwoordig verantwoorden als je review niet op tijd is. En wat was nou de reden? Ze hebben geen code gehad. Ze hadden geen code van Bethesda gehad. Sterker nog, in zijn verhaal vertelt hij ook: nou, dat is best wel een lang verhaal, maar je kan het opzoeken: dat hij twee weken heeft proberen te bellen met Bethesda op laag, mid en hoog niveau. Waarom zij geen code konden krijgen, kregen ze eigenlijk niet een heel duidelijk antwoord op. En dus kregen zij geen code. Wat bleek, er waren nog wel wat meer sites in. Engeland specifiek die mm -hmm. geen code hadden gehad. Ja. Uh, in ieder geval waren het een hoop sites uh, van uh, ReadPop Pop zelf, uh, uh, die geen code hadden gehad, waaronder ook Xbox sites. En maar ook The Edge had uh, geen. Dat uh, uh, dat nog bestaat? Uit, ja, de Metro en The Guardian die ook games altijd doen, die, die krant, die hadden ook geen code gehad. En ja, toen was het een beetje hommelus, want ik werd op dit, uh, op dit, uh, dit Onderdeeltje uh, getriggerd door een post uh, in Nederland van mensen die zeiden: Ja hoor, uh, hier wordt gewoon censuur toegepleegd, uh, want deze sites die zijn anti- of die, die, die ze willen, ze willen het cijfer van Starfield hoog houden en dit zijn hele kritische sites, dus die worden monddood gemaakt. En denk je op... dat het niet zo is? Nou ja, goed, op dat moment had ik zoiets van: Oké, okay, waar baseer je dat dan op? En Bethesda. Heeft inderdaad. Um, ze hebben wel, en dat is een tijd geleden, en dat heb ik ook even opgezocht. Dit is een artikel uit 2016. Uh, no longer sending early review copies to the media. Um, and, um, maar dit is wat anders. Dit is, dit is bij wijze van spreken, als je een half jaar geleden een code had gekregen van Starfield. Ja, nou, wat zij zeggen is, wij willen eigenlijk allemaal tegelijk. Uh, op day one willen we. Uh, uh, de journalist moet de game. Uh, kunnen spelen zoals de gamer hem ook speelt en dat had dan te maken met online maar dat hele verhaal klopte niet meer als het ging om uh, single player games die ze ja. ook hebben van, uh, denk je we niet dat dit het... gewoon te maken heeft met die uh, uh, hoe heet die die, die shooter van la, van laatst die zo ontzettend slecht was Nou ja dat is dus het verhaal en ik weet ik weet het antwoord niet dus niet met zekerheid uh, ja, het is gaan speculeren maar we gaan speculeren dus ja. van van wat is er dan aan de hand dat Bethesda um, ...codes niet geeft aan... ...een aantal grote Engelse... Uh, ...publicaties. Die... ...oké, okay, die zijn kritisch, maar dat zijn... ...anderen ook. Um, hmm. Het eerste verhaal wat opdoekt is... ...dat heeft te maken met Metacritic. En waarom heeft het... ...te maken met Metacritic? Um, Metacritic... ...gaat van 10 tot 0. Hmm. En Eurogamer gaat van 5 tot 0. Dus als je daar een 50 zou scoren, Metacritic snapt dat niet. Dus, dus die zegt van je hebt me 5 uit 10 gegeven. En het, is het is in... een 5 uit 5. Exact. Het is inderdaad, en dat weet jij ook, en wij zijn er wat opener over. Het is wel zo dat heel veel publishers, maar ook pr mensen worden uh, beoordeeld op het Metacritic cijfer. Ja. Dus als dat Metacritic cijfer bijvoorbeeld door dit soort dingen onder. Mm -hmm. ja, dit is een grote game. Dit moet niet. Hij staat nu op een 8,7. Dat moet minimaal Stop, laag. Is eigenlijk te laag. Eigenlijk al willen ze een 9 hebben. We, we, dat, dat, dat is de ja, Holy Grail. Maar, maar laten we eerlijk wezen: ja. een game van deze allure. Waar zo lang naar uitgekeken ja. wordt. Van Bethesda Game Studios. Waarvan je weet van dat was Skyrim. Weet je, dat was de Elder Scrolls. Um, als je dat niveau. Um, uh, voor ogen hebt, dan verwacht je niet minder dan een 9 van deze keer. Alles minder dan een 9 is een teleurstelling. Ja. En dat betekent gewoon een wanprestatie. Precies. En um, dat, um, de vraag is: in hoeverre weet Microsoft en Bethesda dat die game niet voldoet aan die 9 maatstaf? Nou ja, kijk, hij heeft. 80% van 80 tot 90% van de cijfers zaten op een 10 en 9. Ja, en en oh, al oh, oh, de eerste. Ja, de eerste nee, dat weet ik ook. Maar nu al, je zag al, want je ziet ook al, de GameSpot kwam met een 7. Was ook op dag 1. We hebben ook best wel IGN discussies. Een op, ja, weet je, we hebben hier discussies op de redactie. Tuurlijk. gehad. er valt een boel aan te merken Zeker. Op, op Starfield. Zeker. En uh, 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 sommige mensen vinden het super tof, ja. anderen vinden het minder. Maar hoe dan ook? Het is niet die 9. Nee, daar ben ik mee eens. Dus het, het zou, het laat ik het zo zeggen. Het zou. Het laat... Het belang van Metacritic, ik vind het altijd belachelijk, maar het belang van Metacritic is nog steeds wel belangrijk. Waarom vind ik dit belachelijk? Ik denk dat we in een ander tijdperk leven, ook met social media, met YouTube en dat soort dingen. Ik denk niet meer, vroeger keken gamers naar Metacritic. Ik denk dat de, de nieuwe generatie gamers niet eens weten dat Metacritic eigenlijk. Dus, dus, ze geven geen fuck, ze willen exact. een extra review van drie minuten. Exact. Van, van, dus, wat zeg ik van 30 seconden? Ik vraag me af of dat belangrijk is. Dat verhaal werd ook een beetje ondergraven omdat andere sites, mm -hmm. die ook 5 tot 0 hadden, wel die review hadden gehad. Dus op dat moment, ja, dat, beetje klinkt, weird. Klinkt, dat beetje klinkt weird, Maar, maar... Uh, wat, wat, denk je niet ah, dat goed, het graag te maken heeft met die, hoe heet die die, die vampier shit van, ze, van laatst? Uh, uh, Redfall, Redfall. Nou, red. uh, kom er zo op. Ik wil even met jou proberen analytisch uh, de langste te mm -hmm. lopen. Uh, Digital Foundry is een ja, zeg maar een, 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 dat is ook Eurogamer, weet je wel. Die kregen wel een code, mm -hmm. met daarbij uitdrukkelijk het verzoek om die code niet met Eurogamer te delen. <laughs> <laughs> maar dat is echt heel weird. Precies, nee, dat gaat oké. Okay. We komen er lang... Da, da, da. Kijk, laat ik eerlijk zijn. Ik ben hoofdredacteur, jij loopt ook al jaren mee. Um, je kunt soms om wat voor reden ook op een blacklist komen. En dat is niet altijd omdat, omdat, je, uh, omdat de publisher uh, iets fout doet. Dat kan ook best wel zijn dat je een NDA gewoon, ik weet, met IA hebben we dat wel eens keer gehad, hadden we een NDA gewoon. Het kan ook zo, dat je niet woke genoeg bent en een PR-medewerker is die wel heel woke. Dat zou ook kunnen. Voorbeelden zijn er genoeg. Er de kunnen gewoon op persoonlijk vlak dingen zijn of als site, bedoel Jason Schreier van Kotaku. Kotaku is bijvoorbeeld staat op een blacklist. Bethesda is vrij hard met een blacklist. Ik ken Bethesda goed genoeg. Die zijn Heel erg scherp op dingen die ze niet tof vinden. En uh, Kotaku had een aantal. Uh, um, die had uh, het verhaal van Fallout volgens mij gewoon gelekt voordat het online kwam. Hmm. Voordat die game uitkwam. En dat hadden ze op een bepaalde manier gedaan. Daar kom ik straks dan op van uh, of dat wel of niet. Mag je dat dan doen? In ieder geval dat hadden ze gedaan. En Bethesda heeft toen gezegd: Oké, okay, weet je, als je zo. Als je zo omgaat met onze producten. Dan prima. Moet je vooral zelf doen. Maar dan krijg je geen code van ons. Ja. Uh, dat kan natuurlijk ook spelen. Het kan ook zo zijn uh, dat um, de financiële afdeling, afdeling van Eurogame of van ReadPop een deal heeft opgefukt of iets heeft gedaan wat niet de afspraak was en dat daar gewoon heeft gezegd, oké, okay, maar dude, dan krijg je van ons gewoon even geen shit Sterker meer. nog, wat ook kan, is dat een concurrent van Euro, Eurogamer uh, een, 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 een van een de advertising deal heeft gesloten en onderdeel van die deal is dat ze exclusief toegang krijgen binnen een bepaald gebied, bijvoorbeeld. Ja. En een bepaalde concurrent niet een code krijgt, dat komt er ook voor. Nee, er zijn heel veel dingen. Uh, dan was er nog het verhaal dat het misschien te maken zou kunnen hebben met CMA in UK, van het is want in andere landen speelde dit niet. Um, van oké. Okay, uh, Bethesda en Microsoft hebben een beetje een grudge nu met de UK. Uh, fuck dan ook alles wat met UK te maken heeft. Dat verhaal klopte niet vecht, helemaal. Vecht omdat andere UK-sites. UK, sites, UK uh, is ook een belangrijke markt. Dat is belachelijk. Exact. Um, dan zal ik dan wel wat vertellen vanuit mijn eigen ervaring. Ik weet, wij kregen één code. En die codes waren schaars in het begin. En. Mensen zeggen wel eens van, ja, maar die codes zijn gratis. Dat is een getalletje. Nee, dat, dat is dus niet zo. Want, wel, wel. Nou, nee, maar nee, het gaat van, de, de, de lokale kantoren hebben een bepaald budget. Ja. En daar betalen ze het van. Ja, okay, maar het is goed. niet helemaal gratis. Maar goed, het, het kan ook een beleid zijn. Natuurlijk is beleid. Um, dus ze gaan kijken van oké. Okay, ik, ik, ik krijg vanuit, vanuit Amerika, van Headquarter, ik weet ik voor Nederland, krijg ik twaalf codes. Wie ga ik een code geven? Nou, wie vind ik belangrijk? Met wie werk ik prettig samen? Wie vind ik toffe gast? Het speelt allemaal mee. En dan hmm. wordt het verdeeld. En zo hadden wij er één. En toen is afspraak van na nou, 1 september, dan kan er wat meer. Weet je. En het krijgt wat meer. Dat speelt allemaal. Het is gewoon ook een spel. En de vraag is ook een beetje. Um, kijk, Eurogamer. Want de vond ik vond het wel een heel interessant artikel. Uh, wat, uh, weet je, jij, ik. Laat ja? uh, Ik bedoel, de essentie van dit soort situaties. En je zegt van ja, het kost geld. Het kost geen geld. Luister, de, maar, uh, er zijn indie games. Uh, je hebt van die indie uitgevers. Ik stuur een mailtje. En ik zeg: Luister, ik wil 100 codes weggeven voor, uh, uh, voor, een, voor een prijsvraag voor GameKings. Dan heb je uh -huh. die codes morgen. Weet je, dus. Uh, als jij op ja, Steam, natuurlijk. of weet ja. ik veel wat. En, en dit is fucking Microsoft, het is een eigen platform. Het kost niks. Nee, ik, 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 dus ik vind dat, het ook geen sterk dat, argument. Dat argument is juist dat bestaat. Oké, okay, maar we zijn maar, een beetje aan het Oké, okay, maar, om... maar waar dit over gaat, ja. is gewoon de de dag één perceptie van die game. Dus wat Zeker? ze, waar ze bang voor zijn, mm -hmm. is dat ze, ze weten dondersgoed dat die game niet een negen is. Ja. En wat ze willen voorkomen is dat uh, mensen voorafgaand aan de release zoiets hebben van, oh, maar ik ga hem niet kopen, want er is puntje, puntje, puntje. Nou, dat is exact wat ze, wat ze uh, tegen willen gaan. Ze weten gewoon van op dag één, dan kan zijn er livestreams en dan is er van alles en nog wat. En dan is er zo'n ontzettende zee van content, ja. dat de consument uh, toch door de boom het bos niet meer ziet en die game gaat kopen. Mm -hmm. Maar voorafgaand um, aan, die, uh, aan de release van de game willen ze eigenlijk dat er zo min mogelijk coverage komt. En de coverage die er is, die moet gewoon uh, extreem positief zijn. Ja. En, en dat zie je ook. Weet je? Er zijn een paar uitzonderingen. Weet je? Zoals GameSpot en uh, mm -hmm. IGN, die dan die 7 geven. Nou, ik kan je vertellen. Dat heeft te maken met het feit dat Bethes Bethesda <laughs> daar niet genoeg geadverteerd heeft. Nou, ja, goed. Dus dat is... we gaan het straks over IGN hebben. Want dat, dat is wel een leuke die 7. Uh... Wat interessant was, is maar dat. Maar goed, dat is dus mijn. Nee, okay. dat, dat is het hele ding, denk ik. Toen, deze man had, de, uh, had deze blog uh, gemaakt. Zo'n hoofdredactioneel. Van, hé, hey, jongens, het komt allemaal te laat. Nou, je ziet het hier. Uh, update. Um, inderdaad, 5,45. Dat was één uur en een kwartier later. Had hij een code. Wat is daar gebeurd? Dit, dit geeft voor mij aan dat hij op een gegeven moment toch een code had. Mm -hmm. Ik denk, nogmaals, dit is. Puur speculaas. Um, ik denk dat uh, er. Dat geeft mij de reden dat er op persoonlijk vlak in de UK iets mis is tussen ReadPop en Eurogamer. Of daar zit een PR-medewerker die gewoon met bepaalde partijen een band heeft, andere partijen een, een appeltje te schillen heeft. Om wat voor reden ook. Dat maakt me verder even niet uit. De, Microsoft. Dit, ik denk ja. dat Microsoft gezien heeft dat dit online een ding ging worden. Het werd een ding. Um, in dit tijdperk waarin Playstation natuurlijk, uh, dat ligt heel erg gevoelig dat zij Starfield niet krijgen, dus je krijgt al heel veel verhalen, zie je wel, uh, ze proberen die game, die game is gewoon niet goed genoeg, blablabla. Ja. Bla bla. Ik denk dat heeft zegt, fuck, weet je wel, overrule, jij krijgt van mij gewoon een code. Weet je wel, geen gezeik, ja. want dit, 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 dit gaan we niet winnen. Ik denk dat daar dus iets persoonlijks uh, zit. Daarnaast, maar maar ja? even iets persoonlijks in de zin van de PR-afdeling van Bethesda in Amerika. Nee, daar UK. Oh, UK, okay, oké. Okay. Ja, ja. Daar zit dan gewoon iemand die uh, gewoon nogal kinderachtig is. Dat, en dat zou je kunnen zeggen. Ja. Komt in de gamesindustrie vrij veel voor. Dat dat heb je hier in Nederland ook. Daar nee. zijn er zijn gewoon een aantal niet bij overigens, ja. maar Je hebt een aantal uitgevers. Er zitten gewoon mensen, het zijn gewoon kinderachtige uh, kids die die gewoon, ja, weet je, als uh, wat ik al zei, weet je, als je niet woke genoeg bent, dan krijg je geen code. En dat dat, dat soort shit gebeurt gewoon. Dat, dat zou dat zou kunnen. Ik weet de exacte reden niet. Ik bedoel, ik heb echt ook wel genoeg gehoord dat uh, uh, partijen uh, NDA's willens en wetens hebben gebroken. Uh, dat ze een verhaal hebben gepubliceerd, uh, wat niet klopte, en toch hebben gedaan. En dan, dan, dan. Maar daar wil ik eigenlijk naartoe. Want ik vind dat veel interessant. Er zijn twee dingen. Ten eerste, game media Anno, de oude game media Anno 2023. Ik bedoel, mm -hmm. um, Gamesindustrie schreef ook een heel verhaal: van oké, okay, ik, 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 ik heb dit allemaal gezien, weet je, het is kut. Aan de andere kant, ik schrik er ook van, zegt hij, dat dit soort media als Eurogamer zo afhankelijk zijn van reviews op day one ja. voor hun geld, uh, dat is eigenlijk niet gezond, weet je wel. Van als je zo'n game mist, dan heb je een gigantisch probleem. Deze man, Tom Phillips, dat, dat vond ik wel van hij zegt die blog niet om. Hij weet gewoon, fuck, ik ga gewoon heel veel geld verliezen. Want ik heb allemaal campagnes afgesloten. Ik ga mijn kliks niet halen. Ik heb een probleem. En hij zet betesten op deze manier onder druk. Ik bedoel, dit kun je, toch ook gewoon, je kunt ook gewoon gaan bellen. Met, en, en het regelen met elkaar. Hij heeft dit als een soort van. Drukmiddel gebruikt van oké, okay, dan gooi ik het gewoon maar op social media. Okay, whatever, man. Ik bedoel, kijk, ik heb gewoon zoiets van: als jij op YouTube gaat zoeken naar een review van uh, Starfield, dan zijn er uh, YouTube-kanalen die hebben hem 100% uitgespeeld. Absoluut. In nee, twee dagen tijd. Nee, What the fuck? Uh, dus en dan denk ik van dan moeten ze. Zij kunnen helemaal niet concurreren met dat soort dingen. Nee, maar uh, dat is het ook. Uh, er zijn namelijk in de UK en in Amerika en overal heel veel codes wel uitgedeeld, maar voor een deel niet meer aan de traditionele media, maar aan YouTubers en ja. aan streamers. En ik snap ook wel, mensen gaan op een achterste pootje staan en ik probeer hier objectief te zijn. Van ja, maar weet je wel, kritisch dit en dat, dat, dat snap ik allemaal wel. Maar um, ik probeer ook altijd, na, te, in, de huid, in de huid te kruipen van zo'n publisher. Weet je, zo'n publisher heeft maar één taak: mm -hmm. verkopen. Ja. En dat betekent dat hun marketing dat je zoveel mogelijk Positieve publiciteit wil hebben. Je weet gewoon uh, op dit moment: vroeger was game media, games media was almachtig. Je, je moest op GameKing zitten, je moest op GameSpot, iGen. Dat was de enige manier om media. Nou goed, dat zijn kritische journalisten zoals wij dat ook zijn. YouTubers, streamers zitten wat anders in elkaar. Daar kun je andere afspraken mee maken. Het gaat niet eens om dat je ze dwingt, maar die zitten, die staan er gewoon wat anders in. Die al wow, hm. lekker spelen, weet je, die gaat lekker spelen. Als je daarmee bereik trekt. Ja, dan is het hun keuze om te zeggen: van oké, okay, maar dan krijg jij niet mijn code. En uh, YouTubers krijgen het wel. Ja, dat is kut voor ons. Maar ik vind dat ook, want die game was als, tussen aanleidingen early access, dus iedereen krijgt hem die uh, game pass heeft. Maar, ja. als, je, maar het is, als je daar niet op kunt wachten, dan was het mogelijk om drie dagen eerder te spelen. Vijf dagen eerder. Vijf dagen eerder te spelen. Mm -hmm. als je, nou, Dus iedereen die niet een code krijgt, die koopt hem voor, uh, mm -hmm. want die codes die liep, vielen ongeveer samen met die vijf dagen. Ja. Wel iets eerder, maar, maar niet, niet heel veel eerder. Dus uh, uh, bij ons Jelle ook, die kon hem uh, een week van tevoren spelen. Ja, dat me. was die ene code die ik had Gehad. Ja, nou goed, dan, dan ben je dus twee dagen voor, het, voor de vijf dagen als je Early Access koopt. Je eerder, maar dus ja, nou goed, ja. Weet je, als jij een YouTube-kanaal uh, hebt en je weet dat je gewoon uh, drie, vier miljoen views gaat binnenhalen, mm -hmm. dat betekent dat je gewoon een paar duizend euro omzet. Uh, nou, dan is dat die 50 euro wel waard, weet je. Ja. Dus die YouTubers die maken allemaal zo'n afweging. Want je gaat je toch niet laten vastleggen door betesten met allerlei shit, met embargo's en weet nou, ik veel wat. Dat, dat is natuurlijk... met, met die kutcode, uh, uh, dan koop je dat toch voor 50 is euro. Is nog een keer het volgende vaart. En daar schiek ik ook, ook wel een beetje van, omdat wij een wat andere lijn hebben. Die, die drang van iedereen, we moeten op day one, moeten we uitkomen. Terwijl ik nu, als ik al die discussies hoor hier op dingen, dit is een game, die moet je twee, drie weken Man, je spelen. hier zijn we nog een jaar over Dat aan bedoel het ik. van, van wa, waarom moet het allemaal op day one, voor die paar fucking kliks, weet je wel. Van als, je, als je hele website alleen maar draait om die kliks, omdat je het als eerste hebt... Dat ga je niet meer volhouden. Nou, en ik, ik denk ook dat de wereld een beetje is veranderd in die. 100 zin. En dat, dat heeft bijvoorbeeld. Ik heb dat zelf uh, heel erg uh, gehad bij YouTube. Dus als je op YouTube zoekt naar nou, bijvoorbeeld de review van Starfield, dan krijg je niet de nieuwste video's. Je krijgt niet de dag. Niet de video's die er als eerste waren. Je krijgt de video's die als beste beoordeeld worden. Mm, of die dat de meeste ook, likes ja, hebben. Ja. De, of de meeste views hebben. Allemaal dat soort dingen spelen mee. Dus dat hele. Uh, ding van ja, we moeten op die website en dan moeten ik eerlijk gezegd, ik denk dat dat gewoon een beetje aan het verdwijnen is. Ja, nou, dat denk het ik zo. Ja. Weet je, en ik bedoel, ja, als jij die Eurogamer app hebt geïnstalleerd en je wil een review zien per se op dag en nee, is er niet, nou dan ga je maar ergens anders kijken. Weet je, hoe kerst nou, 100% en en dat het, dat je op, weet je, dat je gewoon als Google als eerste boven, ja, het spijt me, maar die dagen zijn gewoon een beetje veranderd nee. Het is gewoon voorbij op die manier. Nee, exact, dus dat had ik een beetje plus. Um, Weet je wat, welk recht heb je als media? We hebben dit ook gehad in Nederland met Lowlands. Weet je, die op een gegeven moment zei van als jij bij ons verslag wil doen, uh, prima, je bent welkom, maar je betaalt een tientje. En dat was dan een soort van festivalprijs uh, voor media. En dat werd dan aan een goed doel gegeven. Dat bepaalde mensen heel principieel werden van ja, maar ik heb het recht om er te zijn. Nou, ik denk van, je hebt, je hebt helemaal niet het recht om er te zijn. Het is, het is niet jouw evenement. Je betaalt het niet, je werkt er niet mee. Ja, maar we zijn media. En ik denk van die tijden zijn gewoon veranderd. Waarom? Iedereen kan media maken, ja. je kan een telefoon. Bedoel, iedereen kan vloggen, bloggen, weet ik wel. En dat wordt nog veel beter bekeken ook. Dus we zijn ook zo langzaam aan toe aan een tijd dat uh, dat geneuzel over op dag 1: ik moet mijn code hebben. Ja, je moet niks. Ik bedoel, dat is het lullige van. Ik wil heel graag liefst een maand van tevoren Starfield codes hebben. Maar als dat niet zo is. Maar het is Verzin ook ik wel wat anders. Ja, ja tussen jou en mij. Ja. Ik bedoel, we doen dit uh, dikke 25 jaar. Ja. Uh, vroeger was het zo: dan ging je op een persstrip en dan was er altijd een of andere journalist van een of andere kutmagazine. Of een of andere uh, website, weet ik wat. Die, had dan wat, die, die mocht dan een extra interviewtje. Of die, had wat, die was iets belangrijker dan de rest. Ja. Dat gebeurde altijd, want die had dan een deal gemaakt voor een cover of voor iets anders. En dit is onder journalisten onderling altijd een ding. Wie heeft er toegang tot meer informatie, meer dit, mm -hmm. eerder de codes, eerder ja. dat. Dat is altijd gewoon een soort verpiswedstrijd geweest. Zeker. Nou, dat zit ook in ons DNA. Kijk, aan de ene kant heb je zoiets van, je, 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 je werkt in dat segment tussen je... Um, je accepteert het. Maar het is ook iets na 25 jaar. Waar ik persoonlijk in dit jaar het ook heb, Gewoon een stevige weerzin tegen. Gekeken. Nou ja, omdat wij nu allemaal weten: het maakt geen ene kont uit of ik het op dag 1 heb. Of vier dagen. Mensen gaan naar gamekings toe omdat ze het verhaal, ze willen een goede discussie. Ja, maar heel hebben. veel websites hebben dat helemaal niet. Nee, dat bedoel je. ik. Dat, Van ja, dan, dat is helemaal nieuwsdriven. Dat is gewoon. Exact. Ja, hoe eerder, dan heb je meer kliks. Die zijn daar niet in veranderd. Maar en... daarom, maar, maar ik, ik, vind dat, uh, ik vind dat een minderwaardig soort journalistiek. Weet je, ik ja. snap dat er meerwaarde zit in snel informatie brengen, maar net als dat er, weet ik veel, als er een, uh, dat er gebeurt er iets. Um, uh, ik, ik, weet nog heel goed, ik kan me nog bijvoorbeeld de, de aanslagen met Charlie Hebdo herinneren in Parijs. Mm -hmm. En weet je, niemand wist wat er aan de hand was in het begin, weet je. En ik zat overal te kijken van waar zijn artikeltjes heen. Ja, ja. En iedereen meekijkt, ja, er is een aanslag met Charlie Hebdo. Ja, we weten het niet, we weten het En dan kwamen er wat beelden buiten. We weten het niet, we weten het niet. Niemand bracht iets zinnigs. Totdat er op een gegeven moment één uh, kanaal was. En die ja. begon achtergrondinformatie uit te zenden over wat Charlie Hebdo uh, allemaal gepubliceerd had. Hoe lang eigenlijk die vete mm -hmm. al liep tegen die djihadisten. Uh, en, en, en dan heb ik zoiets van, ja, er is... Uh, zoveel behoefte aan achtergrondinformatie. Ja. Uh, en dat is in de videogame-industrie niet anders. Nee. Weet je, ik, bedoel, ik weet zeker dat iedereen het super leuk vindt om te kijken: van hey, uh, Starfield krijgt een 7 op Eurogamer, en een, 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 een 7 op Polygon, weet, weet ik veel, whatever. En een 9 daar. En dan kijken ze naar, hebben ze iets van ja, leuk, aardig. En vervolgens hebben ze zoiets van: en nu wil ik uh, een overzicht zien van alle. De perks die ik moet hebben om in de game uh, snel uh, vooruitgang te boeken. Dan krijg je gewoon dat soort achtergrondinformatie. Je wil ja. gewoon dat. En dat zie je ook. Op YouTube zie je dat gebeuren. Want je ziet gewoon, de kliks gaan al heel snel van reviews naar tips. Mm -hmm. En ja, Wil je groot zijn op YouTube, dan moet je juist tips gaan doen. Wil je groot zijn op, uh, op Twitch, dan moet je heel erg goed zijn in de game. Ja. En, en zo verhoudt dat zich tot elkaar. Maar die dat hele smalle segment van die van die de allereerste review hebben, het is zo loos en zo dun. Dus ik snap ook wel dat Betesta gewoon zit van. Weet je wat veel adres krijgen en code, wat het doet, er niet zoveel toe. En in dit geval. Uh, die game staat op Game Pass, weet je. De meeste journalisten hebben wel Game Pass. Mm -hmm. Krijgen ze ook van Microsoft, overigens. Nou, dan kun je die game ook ja, spelen. Ja, nee, ik ben het helemaal met je eens. En mensen vragen, mensen vragen dan ook aan mij van... Ja, maar waarom maken ze dan niet bekend wat er aan de hand was? Ja, dat denk ik van... Ja, wat, ten eerste, dan ga ik altijd denken: van... oké, okay, we, we weten niet wat er aan de hand is. Uh, als het censuur is, ja, wat wint Microsoft of Bethesda ermee om te zeggen: van nou ja, want het willen gewoon geen kritische sites, dus dat zullen ze nooit toegeven. Uh, het kan ook een persoonlijk geschil zijn, op welk vlak dan ook. Um, ja, dat. Ik maar weet die dat kritische de... site, dat, dat speelt ook mee hoor. Want we weten ja, maar er, er zijn de... genoeg andere sites die ook kritisch zijn. Uh, ik bedoel, IGN, GameSpot en 7, die hebben ook gekregen, PC Gamer, ook een 7. Dus dat geloof ik ook helemaal niet, want dan hadden ze alles lam moeten leggen. Oké, okay, misschien. Maar aan de andere kant, deze game is zo ongelooflijk belangrijk voor Microsoft. Ja, en voor Bethesda. Ik bedoel, de ERIX komende vier, vijf jaar gaat er geen andere triple game van Bethesda Game Studios uitkomen. Mm -hmm. um, die, die al die 7 miljard die Microsoft heeft uitgegeven uh, aan Bethesda, dat moet tot wasdom komen. Ja. Onder andere in Starfield. Zeker. De, de, sterker nog, ik zou durven zeggen dat de carrière van Phil Spencer <laughs> opgehangen is aan deze game. En die game is gewoon niet unaniem goed. Nee. En dat, is, dat is pijnlijk. Dat is echt fucking pijnlijk. Maar het, het, ja, oké. Okay. Nou ja, ik denk dat het nog te vroeg is, want het verkoopt wel namelijk als een trein. Op ja, maar moment, het, 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 dan... het kan verkopen wat het wil. Maar die game is niet... De negen die je het zou hopen dat het is, nou. er zijn dingen die zijn goed aan de game en er zijn dingen die zijn ontzettend kut aan die game. Ja, en dat is gewoon iets wat je niet verwacht bij een game van die uh, grandeur of van die, nee, die oké, okay. dat soort ja. Ja, nee, goed. De, de, de review en en, en uh, als jij hem gespeeld hebt over twee, drie weken, gaan we er nog een keertje wel op terugkomen. Want dat is het leuke van iedereen heeft het hier over, dus dat is ook heerlijk om erover te praten. Um, dus dat gaan we zeker doen. Um, het is een schimmig verhaal, maar ik denk gewoon van... Dit is echt iets, uh, uit mijn ervaring, dit, dit regel je onderling. Dus er zal ongetwijfeld contact zijn tussen Microsoft en ReadPop of uh, whatever. Of misschien met Eurogamer om dit te regelen. Dit gaat niet heel snel naar buiten komen, omdat ja, wie wint daar wat mee op dit moment? Um, aan de andere kant, misschien had... Ik kan me niet voorstellen dat de hoofdredacteur niet aanvoelt wat het dan is. Waarom die dat dan ook weer niet zegt. Maar ja, het, het, het is een vaag verhaal. Uh, ik denk dat er meer aan de hand is. Dus dat het meer op persoonlijk vlak iets niet, niet bot het ja. kunt. Um, dan was er uh, de zeven die IGN uh, gaf. Dat was hm. Dan Stapleton. Uh, dat is deze man. Hij is de hoofdredacteur. Uh, nou, dat, dat werd wel een ding. Want uh, waarom werd het een ding? Uh, niet zozeer omdat het een zeven was. Maar uh, mensen, uh, ja, je weet hoe dat gaat, weet je wel. Uh, dan Stapleton had, uh, dan, hij is een tegenstander van de deal. Hij vindt de deal die Microsoft met Activision heeft gedaan, vindt hij echt heel erg slecht voor gamers. Hij komt er openlijk voor uit. Hij is niet heel erg pro Xbox op de laatste, de, 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 de laatste tijd. En dus zeiden heel veel mensen, zie je wel, um, je hebt jouw persoonlijke wrok. Uh, ik vond het ook geen sterke review. Uh, de, hij beoordeelt het een beetje op dingen die het niet zijn. Maar goed, anyway, maakt me niet uit. En het probleem is. Als jij een review schrijft. en mensen gaan helemaal los erop. omdat ze het niet goed vinden. dan kun je twee dingen doen. Je kan, je kan, je kan het gewoon slikken. zeggen van. oké, okay, dit is mijn review. en mensen mogen er kritiek op hebben. of je gaat er tegen. en hij ging er tegen in. op social media. En dat werd steeds verder een ding. En dan heeft hij nog een probleem. Hm. Dat is IGN, heeft allemaal kantoren. Ja. Je hebt IGN Nederland. en ja waarom geven die het heel, allemaal? Laster, maar, die, 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 al die kantoren hebben niets met de nee, dat, te dat, maken. Nee, dat, dat snap ik, maar dat, dat maakt zijn verhaal natuurlijk zwakker. En wat ik vind van, en ik, wij met gamekings zijn al heel lang van die cijfers afgestapt en van één iemand die iets zegt over een game juist hierom. Maar, Bedoel, maar wacht even, ik vind, ik, vind, ik, vind, ik vind dit namelijk dit lijstje. Ik vind het echt mm. niet eerlijk, want als je kijkt, bijvoorbeeld. Mm. IGN USA is een, is een. Hoe noem je dat? Het is, een, is een dinosaurus. Weet je. Zeker. Het, is, het is een groot bedrijf geweest. Het ja. is een van de grootste websites ooit geweest. Uh, ik, ik keek er al te, naar toen het nog Next Gen of Next Generation heette, ja. zoiets. Um, en nu, um, uh, wat zij gedaan hebben op een gegeven moment... is dat zij allerlei licenties voor die website hebben uitgegeven in alle landen. Dus in Nederland heb je ook een IGN. Ja. En als jij naar IGN.com gaat vanuit Nederland... dan ga je automatisch naar <laughs> IGN.nl. Nou, dat vindt iedereen super fucking kut. En sindsdien is IGN een stuk minder um, uh, populair. Maar waarom vindt iedereen het super fucking kut? Omdat het niveau van die lokale sites allemaal om te janken is. Ja. Bovendien, het is niet alleen slecht, ze hebben ook nog eens een keer geen geld. Maar ze mogen wel zelf wat, uh, wat aan sales doen. Ja. Dus als uh, uh, IGN Nederland bijvoorbeeld... Ik weet zeg niet dat sowieso, dat weet ik niet. Maar uh, je zag daar IGN Japan en weet ik veel wat. Die, ja, zijn, 10 zijn, 10, ja. 10. die hebben gewoon een deeltje gesloten met Bethesda. Die hebben dan een, met de lokale Bethesda-kantoor die hebben een, een campagne lopen, weet ik veel wat. Nou hop, en dan krijgt zo'n game een 10 à 10. Want het zou toch wel heel kut zijn om het een 7 te geven. Ja, ik kan me niet voorstellen dat er een harde quid... Quit pro quo nee, is, maar het is altijd meer weten nou, hoe het werkt. Nou, oké, okay. dat, 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 dat zou kunnen. Uh, er was overigens wel een Starfield-campagne op IGN en uh, Eurogamer verkocht zelf ook de game weer in hun eigen shops. Dus het is het is allemaal, het is een, het, 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 het is een beetje um, uh, weird. Maar het, het ding is gewoon, um, kijk waar waar hij dan op een gegeven moment kwetsbaar in wordt en waar door die getal is dat mensen zeggen, oké, okay, maar uh, watchdogs. Die gaf hij 8,5. Dat dus, is echt een kut. Ja, maar precies. Dus dat ga je dan krijgen. Mensen gaan vergelijken, omdat het zo'n finaal oordeel is, terwijl wij altijd hebben van. Het leuke is, jij ja, hebt die mening. Bedoel, Jelle heeft hem als eerste gespeeld. Nou, die, die vond hem bepaalde vlakken vond hij hem heel vet, maar andere vlakken vond hij hem niet zo tof. Koos, die zit er weer anders in. Daan vindt dit. Dan krijg je al die meningen. Ver, 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 dat is wel ongeveer wat, wat mensen denken. Weet je? je hebt de negatieve kant nou, die, dat, en je hebt de wat meer positieve kant. Dit is een keihard oordeel en dan ga je zeker in die gepolariseerde wereld nu met Xbox, PlayStation, ga je dus dit krijgen van, oké, okay, dus Watch Dogs vind jij beter dan dit? Ja, dan, hoe moet hij zich daar tegen verdedigen? dat, dat is, gaat hij dan doen. Dat maar, moet hij doen? Maar, maar dat is ook het ding, weet je? Kijk, als je, stel je voor dat Real Madrid Morgen zou degraderen ja. naar de uh, tweede divisie in ja. Spanje. Nou, daar zou iedereen er schande van spreken. Zeker. Maar als de, uh, uh, de Tilburg Trappers uh, zou promoveren naar de tweede divisie in Spanje, uh, morgen, dan zou het wereldnieuws zijn. Mm -hmm. Dat zou iedereen het fantastisch vinden. Dus. Alles draait om het perspectief. Ja. Dit, deze game, dit is een van die games die, die, waarvan je weet, dit is als GTA, dit is als, uh, uh, weet ik noemen, nog eens wat, weet je, gewoon games die groter... Ja, cyberpunk. Cyberpunk misschien games die groter zijn dan de gamesindustrie aan zich bijna. Ja, weet je? Die, ja, ja. De, weet je zonder na te denken games van het jaar. Um, dit is een game waarvan de verwachtingen gewoon hoog spannen. Dit is Real Madrid. Ja. Van Real Madrid verwacht je gewoon niet dat het een 7 uit 10 is. Nee. Is het dat wel? Is er iets mis? Dan is het ook gelijk heel slecht. Nee. Terwijl een, een, een indie game die toevallig struikelt over iets wat het heel goed doet. Vampire Survivors bijvoorbeeld. Die game krijgt negen en tienen, Terwijl het door één iemand gemaakt is op een zolderkamer. Waarschijnlijk was hij nog aan de paddo's ook toen hij dat maakte. Maar dat maakt niet uit. Um, om, en waarom krijgt dat zo'n hoge cijfers? Omdat je het niet ziet aankomen wat er zo goed aan is en dat het zo goed is. Ja, er is ook meer empathie bij zo iemand. Van. Exact. Ja, tof. Dus dit is gewoon, je ja. kunt deze game Starfield niet loszien van het feit dat het een Microsoft Bethesda first party exclusive is. Nee. En dat er jaren aan gewerkt is. Dat er een PR traject uh, aan vooraf gaat van jaren waarin de hype is opgestuwd uh, tot gigantische tot hoogtes. Soms te hoog door Bethesda zelf. Nou, en wat er dan missen ze aan die game, wat misschien relatief kle gezien kleine dingen kunnen zijn, maar dat is zo ontzettend nee, niet in lijn met wat je verwacht nee, van de kwaliteit van zo'n game. Ik, dat je een 7 geeft. Ik, ik snap ik, dat wel. Ik, dat, nee, maar ik wil ook niet ingaan op, uh, op, op zijn uh, mening, Om, juist omdat ik vind uh, smaak kan fucking belangrijk ja, er valt, zijn. Dat valt niet over te twisten. Maar als je een cijfer geeft en je staat voor één platform en dan ook nog eens een keer misschien het grootste ja, gaming platform eens cijfers zijn da, dat bedoel ik van daar ja. maakt hij en en volgens gaat hij er ook nog uh, dan gaat hij soort met hij gaat echt loe, bijna fanboyachtig met mensen in in gesprek en en jij ja, moet je backhouden dit denk ik van dan moet je niet doen als je fucking hoofdredacteur bent stel je voor je... dat je naar het naar het uh, rijksmuseum gaat in amsterdam en ja. je gaat de een wacht, een nacht wachten cijfer geven ja ik geef ik geef ze 8,5. en half weet je deze idee alleen zelfkrukasig en dat is dat is hier ook mee weet je ik bedoel ja. het is een, het is een creatieve uiting. Je kunt niet zeggen dat het een, een, een absoluut uh, waardeoordeel krijgt. Nee, er zijn nee. sommige dingen zijn goed, andere dingen niet. Maar je kunt niet, je kunt niet zeggen dat het 7.0 uit 100 nee. is. Of, of uit 10 is. En sterker nog, um... Kijk, het, het, wat veel mensen zeggen, die tegenstanders zeggen, is van ja, maar jij hebt zoveel uh, haat-item items gemaakt. Heeft hij ook gemaakt video's, uh, items mm. over, uh, uh, over, over die deal van Activision Blizzard? Dat je dat zo slecht vond en belachelijk en, en Microsoft was een moloch geworden. En dit, dat, dan zegt hij van. Ik ben objectief. Dat heeft er niks mee te maken. Ja, kijk, dat geloof ik niet. Natuurlijk is hij niet objectief. Ja, maar objectief. Maar, 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 maar dat staat niet. Maar dat, dat vind, vind ik dus niet. gewoon. Maar daar moet hij ook eerlijk in zijn. Maar dat... omdat het een sukkel is. Ja, dat, je, dat is gewoon. Sorry, ik bedoel. Zijn zee, je... Hij heeft al het recht om die game een 7 uit uh, 10 te geven. Ja. hij is wel een sukkel. <laughs> en waarom is hij een sukkel? Omdat hij niet begrijpt dat hij zelf ook gewoon een bepaalde context heeft waarbinnen die dat ja. cijfer geeft. En dat is er is, is niks, wie, niks meer. Maar ik begrijp <laughs> maar het hele ding is. Waarom en dan gaan mensen gaan op Twitter gaan in discussie met hem. Dat ik zoiets heb van: "Laat als je weet dat iemand negatief ja, tuurlijk, is ja. over Microsoft en dan geeft hij een Microsoft game geeft hij een laag cijfer, dan ga je toch niet mee? je weet toch waarom die dat, dat check doet, check je die shit niet." Nee, daarom, dat check je het, het niet. En ah, Er zijn 30.000 andere reviews online. Ga dat kijken. Ja. Maar daarom heb ik wel zoiets van ja, dat dat het is een soap. Mensen vinden de soap ook leuk. Het en is, dat, is zeker een da soap. Daarom dan. hebben wij ook de piepshow Ja, ja, is, dit is ook smullen. Alleen ja. uh, uh, het, het ligt soms wat minder simpel als mensen denken. En het is leuk om erin te duiken. Uh, maar je ziet gewoon de dynamiek. Is soms weird. En ook weer begrijpelijk. Maar omdat mensen zo kramp achter, ik ben een objectieve journalist. Dus ik, ik ben ja. niet beïnvloed door het feit dat ik iets kut vind. Tuurlijk ben je wel beïnvloed. En dat gaat je. Dat kun je, dat, nou, dat hij je, dat je ook uit helemaal... in zijn Twitter-handel. Er ja. staat ook van af en toe: post ik politieke dingen, ja. Nou, dan ben je al niet objectief als je politieke dingen uh, post. Weet je, want er bestaat niet zoiets als objectiviteit. Maar als je als je dat soort dingen op je Twitter gooit, ja, nee, weet je, en, en, ik bedoel, Microsoft uh, overname is heel politiek, hè, dus dat, ja. dat is ook een vorm van een soort zakelijke politieke uh, tweet, ja. Um, we gaan er ongetwijfeld nog wel meer over horen. Dan gaan we naar de Embracer Group. Uh, de Embracer Group die moet inmiddels een andere naam gaan krijgen. Want ze embracen namelijk helemaal niet meer zoveel. Uh, oh. Ze hebben Volition Games van Saints Row uh, gewoon gesloten. Oh, het is gewoon God. dicht. Het is gewoon uit. Het is over... Um, In Champagne, Illinois, vloeit even niet de nee. champagne. En um, dit is nu al een... Met een paar studio's gebeurd. Ze hebben, ze hebben natuurlijk best wel veel gekocht. Uh, toen was dat hele verhaal uh, met die. Uh, er zou een megadeal komen van een paar miljard. Die is toen niet doorgegaan. Uh, en op dat moment. Uh, ja, ze moeten natuurlijk al alles wat ze geleend hebben. En dan moeten ze allemaal weer gaan terugbetalen, weet ik allemaal. En nu in één keer zijn ze van, dingen gaan. Ze hebben, ze hebben geldproblemen inderdaad. Ja. En het lullige dan ook wel weer aan deze zaak. En dan zie je ook weer hoe hard business is. Het wil namelijk niet zeggen dat er geen Sainswell meer komt. Um, want um, uh, ze hebben de, 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 de rechten van Saints Row liggen nog steeds bij, uh, bij Embracer. Dus ze kunnen gewoon dat weer aan een andere studio geven. Nou, kijk, de, de laatste Saints Row die was zo uh, erbarmelijk slecht. Ja. Dat, uh, dat is de reden waarschijnlijk dat Volition gesloten is. Nou ja, wacht even. Deze tweet is inderdaad: Embracer CEO, dat is die Wing of Force, says that Saints Row will make money. And that's a good start. But amidst the chances that the new reboot make as much money as other games is not likely. Maar zegt hij, en dat zei hij uh, 27 september 2020, dat is ongeveer een jaartje geleden. We have great trust in Volition. Nou, een jaar later is die great trust dus volledig weg. Want ze hebben gewoon die hele toko uh, gesloten. Ja. Dit is ook gewoon. Um, maar hoeveel kwaadaardige series-RO-games hadden ze nog willen hebben? Natuurlijk. Nee, dat is het ding. Kijk, uh, Volition heeft drie goede games gemaakt ja. in de geschiedenis. De eerste was de Punisher. Yeah. Uh, PlayStation 2-game. Uh, ik ben nog voor die game bij Volition geweest in de tijd uh, uh, bij Chicago in de buurt. Um, ik vond het een hele sympathieke studio. Ik heb echt genoten van hoe eerlijk die mensen waren. Mm -hmm. uh, het verbaast hem ook niet hoe uh, goed Saints Row 1 was. Uh, omdat ik wist met wat voor gevoel voor humor die gasten mm -hmm. daar aan het werk waren. Het was echt een lachen team. Nou, ik weet zeker die mensen allemaal lang weg. Die zijn echt te lang ergens anders aan de bak. Maar uh, Saints Row uh, 1 was een goede game en Saints Row 2 was een goede game. Dat zijn de drie goede games die uh, Volition ooit gemaakt heeft. Um, ik heb altijd een zwak gehad uh, voor die studio. Met name ook omdat ik het toen. omdat ik ze bezocht had en ik het toffe gasten vond. Wat ik al zei, die mensen werken er al lang niet meer. Ja. Um, en om heel eerlijk te zijn, Sains Row werd slechter en slechter. En inmiddels niveau bereikt. dat ik zoiets heb van. Het, het, het doet maar er echt niet meer toe. Da, daar ben ik het helemaal mee eens. Ik bedoel. Um... Ik, ik kijk even een beetje naar het, het, het menselijke en uh, het, dat is het gevaar van investeerders hè? ik bedoel uh, Embracer is gewoon een groep die heel snel heel veel investeert in heel veel studios en blijkbaar dus eigenlijk de alle rechten overneemt want volgens je had ook kunnen zeggen nou, oké okay, maar Saints is van ons als het dood is dan is het dood en dan krijg je het ook niet maar blijkbaar kopen ze gewoon de hele token, alles erop en eraan uh, maar dit was al ze hebben het van THQ gekocht en, en ja. THQ had gewoon de rechten voor Saints Row maar het is gewoon um, ja, je kunt weinig doen. Als Embracer zegt, oké, okay, jullie gaan dicht, dan is het klaar. En dat is natuurlijk gewoon hard. Omdat dat Embracer, de hard. De, 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 de bedrijf gekocht heeft, als ja. ze dat niet willen. Maar ik bedoel, het staat hen toch vrij om morgen tuurlijk, tuurlijk, een, tuurlijk. Een, een, een doorstart te nee, maken dat, 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 en dat, met is allen ergens anders te gaan werken. Dat is waar. Uh, maar het, 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 we hebben natuurlijk een tijdje gehad, en dat lag ook wel in mee dat Embracer heel erg opgehemeld werd van dat is misschien de toekomst. En ja. Nu zie je toch ook wel een beetje de schaduwzijde van op het moment als dat hele model wat zij hebben: van oké, okay, geld lenen, shit mee kopen, uh, hopen dat er dan hitjes te binnenkomen van dat geld van die hitjes, ga je weer verder investeren. Uh, de dealtjes misschien met Microsoft, weet je wel. Van uh, maar er is iets anders ja. aan de hand, en dat kijk, die, 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 die miljarden deal had die, dat zou daarvan wordt gezegd dat het met Microsoft zou zijn, en er ja. zou een manier zijn van Microsoft om studio's over te nemen of projecten te laten uh, ontwikkelen voor de Xbox uh, zonder dat ze direct betrokken waren, want dat lijkt tot allerlei gezeik, wat we gezien hebben met Activision Blizzard, dus dat, uh, um, dat dit, dit was een manier. Ze hebben dat gecanceld omdat bl blijkbaar toch, uh, als het Microsoft was, misschien toch uh, te heet onder de voeten werd. Um, maar om heel eerlijk te zijn. Embracer heeft nog meer voordeel gehad uh, en dat was namelijk in de vorm van die hele lage rentes die werden berekend door banken. Dus het was um, uh, tot niet zo heel lang geleden mogelijk om bijvoorbeeld voor een half procent of voor 1 procent rente een, 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 een miljoenen deal af te sluiten waarmee ze weer een of andere game gingen maken. Nou, dat was, uh, um, dat was een beetje het model van Embracer. Nu is die tijd is voorbij. Je betaalt nu 4 procent voor een lening als het niet meer is als je een zakelijke lening wil hebben. Mm -hmm. En dan, um, dan merk je opeens van ja, dan zijn die lasten best wel hoog. En als dat niet verdiend wordt met die games, want dat is natuurlijk het andere ding, die games die ze tot nu toe maken, die vallen gewoon een beetje tegen. Um, en dat is natuurlijk altijd het probleem. Je kunt wel alles kopen, maar dat wil niet zeggen dat die games goed zijn. Nee. En ja, we hebben gezien dat ze alles gekocht hebben. Fantastisch, gefeliciteerd. Nu moet je nog geld ermee gaan verdienen met al die studio's en al die titels. Dat is een heel, andere, uh, uh, een heel ander verhaal. Ja. Dus ik denk dat de Embracer gaat het nu moeilijk krijgen. Geld is duurder geworden. De overnames zijn overduidelijk klaar. Um, ja, dit is de tijd dat er wordt afgerekend. En Volition is als eerste. Uh, die hebben natuurlijk voor veel geld zijn zo gemaakt, de laatste. En die game was echt niet te hachelen. Uh, <laughs> dus ja, logisch dat daar de stekker uit gaat. Dan gaan we naar PlayStation. Uh, bekend is geworden uh, afgelopen week, volgens mij, toen ik op vakantie was. Dat de prijzen van PlayStation Plus Essential, PlayStation Plus Extra en PlayStation plus premium, uh, allemaal omhoog gaan. Ook best nog wel fors. Essential gaat uh, 33% in prijs omhoog. Uh, en de andere 35 en 33% van 60 tot 80, van 100 tot 135, 120 tot 160. Um, daar zijn mensen niet heel erg blij mee. Uh, ook omdat dit best wel uit de lucht kwam vallen. En uh, PlayStation, zoals altijd, maar dat is een beetje mijn ding, de communicatie... Vind ik niet lekker. Ik bedoel, als je een vervelende mededeling hebt, verpakt dan iets mooi. Dat doen ze niet. Ze pleuren het gewoon neer. Dan twee dagen later komt Jim Ryan wel met een verhaal van: ja, goed, als, de, als, 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 als het genoodzakt is, dan zullen we de prijzen moeten verhogen. Als de tijd ervoor rijp is, dan zullen we de prijzen moeten verhogen. Um, ik moet wel eerlijk zeggen, Xbox heeft de prijzen natuurlijk ook verhoogd van de Game Wat, wat kost uh, Game Pass Ultimate? Nou, dat ga ik nu kijken. Uh, dus die hebben de prijzen uh, uh, verhoogd van. 14,99 naar 16,99. Nou, dat is toch dat... hetzelfde? Hè? Ja, dat is 12 x dan... 2 is 24. Nee, het, nee, dat is niet helemaal hetzelfde, want dat is de duurste. En hier was het verschil uh, 40 euro en bij, bij Microsoft Game Pass Ultimate is het dus uh, ongeveer 24 euro. Uh, Oké, okay, maar, maar wat kost Game Pass Ultimate per jaar? Dus wat zeg je? Uh, 16 euro? Per jaar? Zest, sorry, 16 euro per maand? Ja. Dus dat is uh, Maal 12. 100, 190, 193 euro, zoiets. Ja. Ik zet het in dat is 40 euro duurder dan PlayStation Plus uh, Premium als dat. Well. Nee, dat, dat is ook dat is zo. Uh, maar je krijgt natuurlijk de, de, de Day One release en al dat soort shit. Nee, daar nee, ben je het mee Nee, Game Pass is een betere propositie. Het, het gaat mij om eens. de verhoging. En die, allebei gaan ze verhogen. Dus wat dat betreft is het ook wel zo. Netflix is duurder geworden. HBO is duurder Allemaal wordt het duurder. Dat hebben we ook altijd gezegd. Subscription is eerst iedereen naar binnen harken. En op een gegeven moment dan moet je, uh, dan moet je het omhoog gaan. Dan moet je gaan geld gaan verdienen. Uh, inflatie, recessie, al dat soort dingen. Um, de, 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 de 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 dat zegt PlayStation ook, ja. Alles is duurder geworden, dus we moeten mm -hmm. het ook wat duurder maken. Het ding is een beetje wat ik vervelend vind, en daar kwam ik eigenlijk pas achter. Is um, wat ze slim doen, we hebben het altijd over als je Game Pass hebt. En kijk, wij hebben allemaal Game Pass gekregen van Xbox. Daar ben ik vrij eerlijk in, uh, dus ik hoef het niet aan en uit te zeggen, maar dan had ik het waarschijnlijk wel opgezegd. Maar dan kan ik dus niet meer online gamen op de Xbox. Want ja. dat zit er tegenwoordig in. Ze hebben Xbox Live opgedoekt. Dus je moet wel. Ja. PlayStation doet idem dito. Vroeger kon je gewoon voor online gamen betalen. Ik wil helemaal niks met die fucking. Uh, die, die oude games van PlayStation. Die hoef ik allemaal niet. Geef mij gewoon. Ik, betaal, ik wil 5 euro betalen. En dan wil ik online kunnen. gamen. Kan niet meer. Je moet in ieder geval essential nemen voor uh, 80, uh, 71, uh, 72 euro per jaar. Ja. Maar dat is al voor 5 euro per maand. Wat je zegt. Ja. En ja, nou, oké, okay, goed, ja. Maar het ding is dat dat is ook de reden. Ze eigenlijk... duwt je een beetje door de strot, heen. Ja, natuurlijk. En dat, ja. is, dat is wat je gaat krijgen. Hoe, hoe meer um, uh, monopolie er is in dit gaming segment, hoe meer je dit soort shit krijgt. Ja. En ik zweer het je, dat is de reden waarom PC-gaming in de lift zit. Ik bedoel, PC-gaming is veel duurder, want een, een, een PlayStation kost, uh, weet ik veel, 600 euro en een, en een game pc uh, misschien wel dubbele. Um, dus. Maar het idee dat je meer vrij bent op de PC, dat, dat ja. voelen echt heel veel gamers. Nee, absoluut. En dan is het een beetje de redenatie of de vraag die mensen hebben: van ja, maar waarom dan? Weet je, nou, ik dat met recessie, dat snap ik ook allemaal wel. Uh, mm. Ik denk, maar dat is een beetje het verhaal wat ik heb: uh, PlayStation, uh, de financiële kant van PlayStation, ze zien gewoon dat het steeds lastiger gaat. Hè? Ik Bedoel, um, mm. ik. Ik zag toch ook wel weer een, een artikel in Engeland waarin uh, winkels in Engeland gewoon nu echt aan het stunten zijn met de Playstation 5 vanuit oh ja? zichzelf. Ja, echt gewoon met 150 pond eraf gooien. Waarom? Omdat ze hem niet verkopen. Ja, maar dan gaan ze de vlies opleiden. Dat gaat toch ook niet doen? Nou ja, goed. Anyway, misschien dat mensen dan games erbij kopen. Dat soort dingen. Dan hopen ze en dan waarom verkoopt het, het niet? Ik bedoel, we hebben het tijdig gehad. Was het ding niet te krijgen? Nee. nee? Ja, maar ja, goed. Uh, omdat er op dit moment dus weinig nieuwe games zijn. Dus, er is helemaal nog nooit een interessante game <laughs> uitgekomen op de PlayStation 5. Dus ik, ik snap niet wat. Nee, nou ja, goed. Dus, uh, dan, ze hebben er toch al 40 miljoen verkocht, dacht uh, ik. Hele, uh, hele verhaal, hele verhaal met Call of Duty. Wat ze natuurlijk hebben ja. gehad. Waar ze geld op gaan verliezen. Nou, wat maar, voor mij een signaal is... Is tot nu toe konden wij. Uh, kwam PlayStation elk jaar gewoon met de cijfers van hoeveel PlayStation Plus leden hebben wij. Nou, afgelopen 2022 hebben ze dat nog een keer bekendgemaakt. Toen zeiden ze: we hebben de 2 tot 3 miljoen verloren. Sinds we naar die nieuwe tiers zijn gegaan. En wat krijgen we op 11.8 uh, te horen? Uh, dat is dit verhaal. Uh, we gaan het niet meer bekendmaken. Ja, dus so, ze zijn er nog een miljoen verloren. Uh, de, precies, ze zijn gewoon aan het, vl, aan het verliezen. En bij Game Pass weet ik ook niet of het nog per se omhoog gaat. Ik denk met, met Starfield straks wel. Maar. Um, al die partijen, of het nou HBO of Disney hebben, die hebben het gewoon lastig. Er is zoveel. Mensen gaan keuzes maken. Dus je gaat achteruit en uh, dat verlies je dus ook weer geld. En dan moet je dus, als je toch dat geld nodig hebt, je hebt niet zo'n diepe, diepe portemonnee als Microsoft, dan moet je prijzen gaan verhogen. En dat is een soort van visieuze cirkel waar ik denk dat ze een beetje in zitten. Ze verkopen te weinig. Misschien ook hun eigen games. Uh, zo. Dan zijn ze straks met Call of Duty misschien dat een beetje kwijt. Um, ja, ze hebben het geld gewoon nodig. <laughs> nee, het is duidelijk. Ik, ik, ik denk wat dat betreft uh, hun grote probleem is dat ze niet genoeg games hebben. Ja. En um, als ze dat wel zouden hebben, dan zou het, zou het probleem uh, uh, kleiner zijn. Ja. En dat, um, ja, helaas. Um, ik, ik, ik wou dat Sony daar iets aan kon doen. En ik moet je wel zeggen. Kunnen ze doen. Goeie games maken. Ik zag dat uh, Herman Hulst, uh, de man verantwoordelijk voor alle videogames van, uh, van Sony Playstation, ook... Mede uitvoerend mm. producent was van de Gran Turismo film, en die, die hebben is gekeken. ook een beetje geflubberd. Nee, man, hou op. nee, shit is fucking fantastisch. Nee, die, die film heeft wel goed gedaan. Ik dacht dat ik lu luister, las dat er maar 72 miljoen mee verdiend was in het openingsweekend. Nou, dat, dat zou kunnen, maar als je kijkt wat voor soort film het is, had ik. ik... Dat... Oh, oké, okay, dat die film goed is. Ja, nee, oké. Okay. Ik dacht, ik dacht dat het goed. dus niet zo'n uh, kassucces was. Nee, de film is hartstikke goed. Oh, okay. En Hij heeft het ook goed gedaan. En, hmm. uh, uh, en ik had zoiets van: ja, het is interessant dat uh, PlayStation dat wel lukt. Omdat. Uh, ik vind het trouwens echt interessant. Ik weet niet of jij nog. Ik, uh, heb je die film gezien? Nee. Je, 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 moet, je moet hem echt gaan zien. Het, het is echt een moeite waard. Maar wat ik ook interessant vind, wij zijn um, betrokken geweest ook bij, die, um, uh, bij dat moment. Dat. Um, uh, dat Sony PlayStation die, die Gran Turismo uh, 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 prijsvraag had uitgeschreven. Uh, weet je, die leak. En als je dat kon winnen, dan mocht je echt racen voor Team Nismo van, uh, ja, ja, ja. Uh, uh, van Nissan. Um, ik wist nooit dat de, de deelnemer daarvan, de winnaar, dus die die meedeed bij Forti uh, uh, omdat hij die, die, die kantorisme competitie had gewonnen, dat hij gewoon de 24 uur van de man had. Gewonnen. Ja, 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 ja. Oh, dat wist ik wel. Ja, maar ja, daar ben je ja. volgens mij zelfs bij geweest. Nou, ik weet niet of ik daarbij, ik ben wel op twee keer naar de man geweest. Nee, die gasten blijken dus echt daadwerkelijk gewoon ook hartstikke goed kunnen racen en sindsdien zie je ook bij die hele F1-competitie... Het, jongens... ja, nee, het heeft absoluut, alles veranderd. Het heeft alles veranderd. Ik vond het echt ik vond het fascinerend. Ja. En ik vond eigenlijk met terugwerkende kracht... vond ik het grappig dat Sony Playstation... Heeft helemaal niet zoveel gedaan met dit verhaal. Dit is een fantastisch verhaal en als je nu, als je die film ziet heb je iets van, wauw, dit is huge weet ja. Je? en ja, ik, ik weet in die tijd was gewoon, het was allemaal niet zo'n big deal even zo. kijken, ik heb het artikel nu gevonden Ja, onze televisie is hier uitge, uitgevallen maar uh, ik zal het even voorlezen want ja, jullie kunnen het thuis dan wel zien uh, Grand Turismo is approaching 80 million dollars globally at the box office uh, despite soft numbers domestically um, de film heeft op dit moment zijn, uh, uh, zijn budget van 60 miljoen heeft hij terugverdiend maar ze verwachten niet uh, dat hij voorbij de 100 miljoen global gaat komen. Dus um, mm -hmm. ja, het is een succes. Ze hebben het in ieder geval terugverdiend, maar het is ook weer niet een megaklapper. Um, maar goed, uh, ik denk dus dat de cashflow bij Sony op dit moment niet helemaal lekker is. En dat ze daardoor dingen, uh, moeten, prijzen moeten gaan verhogen. Zo is het nou eenmaal. Zeker in deze tijd. Dan um, Phil Spencer was op de Gamescom. Uh, waar hij onder andere inderdaad ook samen met uh, Todd Howard uh, Starfield heeft gepresenteerd. Wat wel laat zien hoe fucking groot die game en hoe belangrijk die game is voor Microsoft. Veel spetters, carrière persoonlijk. Ja, hij heeft nu gezegd, uh, en daar houden we dan ook meer eventjes aan. Uh, dit is het plan, en daar hebben we het eigenlijk al best wel vaak over gehad. Van als Game Pass wil gaan slagen, dan zou het zo moeten zijn dat je elk kwartaal, net als een Netflix of HBO, een HBO, één grote klapper krijgt. Eentje is al zo'n serie of een film of een game waar je denkt, fuck, die moet ik hebben. We hebben het over een Avowed. We hebben het over een Fable. We hebben het over uh, een Starfield. Zo'n game waarvan je denkt, fuck, die Dat moet ik Dat gaat ze hebben. nooit lukken. Hij heeft nu gezegd, voor first party Xbox games a year. Um, ja, goed. Ja, we gaan het zien of dit lukt. Uh, kijk, nee, ze hebben natuurlijk nu wel... Niet. Kijk, uh, Call of Duty is er één. Die komt elk jaar al. Ja... Okay. Bethesda maakte ook wel één. Heb je er al twee? Dan moeten ze er zelf ook nog twee maken. Ja, maar Bethesda maakt helemaal niet één. Die, die, die maken nee. redvol achtige ja, games en, ja. en nu toevallig Bethesda Game Studio zelf een keer wat goeds. Nee, het, het is maar te zien of ze dit gaan halen. Ik denk wel we gaan nu de komende 1 à 2 jaar zien of Game Pass Luister, een blijver we is of niet. Forza en een Halo en een dit, dit ja. is wat je gaat kijken. Nee, natuurlijk dat bedoel... weet ik. Dit ik maar wil, ik, ik hoop dat er een fable. komt. We, we hebben natuurlijk tot nu toe altijd het verhaal gehad van... oké, okay, er zijn nu nog weinig games, maar... ze maar hebben nu studios je... en nu gaat het gebeuren. Nu, de komende twee jaar, moeten ze het gaan bewijzen. Ja, oké. Okay, maar dit, ja, dit, dit maar... hoor ik al... ik denk al tien jaar van ja, Xbox ja, ja. en het is nog nooit... Is het maar ze gaan gemaakt. het natuurlijk niet nog eens twee jaar met geen games doen. dat is, is klaar natuurlijk ja. gaan ze dat doen. Wat, wat gaat, wat gaat er uit moeten komen? Wat zijn ze mee bezig? Nou ja, je weet... About, Fable, uh, Hellblade, uh... marginale games allemaal. Nou, weet ik niet. Nou, ja, ik vind Fable geen marginale game. Nee, maar ik heb het over, ik heb het over Starfield-achtige games, weet je? Oké, okay, Call of Duty, geef ik je. Oké, okay, dat, ja. dat gaan ze doen. En 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 dan, weet je, wat wat nog meer naast de Call <laughs> ja, of Duty? Ja, Oké. Okay. Weet je, een Fable misschien. Oké, okay? ja. dat zou wat zijn. Die komt er één keer een Fable uit. Topper. Weet je, maar voor de rest, het gaat gewoon Forza de zijn. De Outer World gaat... 2 ja, uh, oké, okay. uh, dus ze uh, kunnen heel veel dingen doen... Ja. maar ze zijn er helemaal niet mee bezig. Weet je, als Obsidian nu met de Outer world 2 bezig is... Uh -huh. man, die game gaat er komende drie jaar nog niet uitkomen. Weet ja, okay, dus... maar ze hebben er maar twee. Nee, ik, ik, wat, wat ik zeg van, ik weet het ook niet. Dus ik ben ook aan het speculeren. Ik, ik, het enige is wat ik denk van... nu zegt hij het. Nu zegt hij jaar, het. Nu hè? zegt hij het van... oké, okay, we gaan het nu doen dit is het plan, dit gaan we doen. Ja. Als dat niet waar is, dan, dan zie ik het ook gewoon niet meer rechtkomen. Ja, of ze moeten nog eens een keer zes publishers gaan kopen, maar dat mag niet meer. Dus dat ja, man, niet. ik denk dat ze dat moeten doen. Als jij vier triple E ja. games... Man, dat is een, dat is een zeldzaamheid. Dat gaat helemaal niet werken. Um, we sluiten af met iets wat ons ook nou aan het hart gaat en dat is natuurlijk uh, Rockstar. Um, GTA 6. Ik las vandaag ik denk dat het speculaas is dat 23 oktober dat we um, iets gaan zien van de game. Ik las hmm. dat de Joe Rogan podcast een kanaal gaat zijn in de nieuwe GTA um, uh, 6. En ik las ook dat ze begonnen zijn met Red Dead Redemption 3. Allemaal hartstikke leuk en aardig. Um, hmm. Er is echter weer... Iemand weg bij uh, Rockstar gegaan en uh, dat is ook weer zo'n grote jongen. Dat is Michael Unsworth. Ja. En dat is de president of writing. En als er nou iets ontzettend goed is bij Rockstar, is het writing. De verhalen die in die games zaten waren ontzettend sterk. En dit vooral is... bij GTA. Hè? <laughs> Precies. Maar, maar <laughs> volgens mij is GTA altijd zelf geschreven uh, door de Houser Brothers. Brothers. Nou ja, maar goed, daar is er dus één ook al van weg. Precies. En, en, en dat ik, ja. Ik denk eigenlijk dat kijk het probleem is die games zijn zo goed geweest allemaal. Um, ik denk niet dat het lukt om die lijn vast te houden. Nou, da, 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 daar ben ik met een je eens. Dit is zo vergelijkbaar met, met bijvoorbeeld. Listen? Nou, maar ook ik wil het naar muziek hebben. Bijvoorbeeld een band. Het mm. is een hele goede band. Die op een gegeven moment wat ouder wordt. En waarvan bijvoorbeeld twee leden zeggen: Ik ben er klaar mee. Want uh, ik wil meer tijd met mijn vrouw en mijn kind. Of ik wil iets anders gaan doen. Of ik, ik hou niet meer van de muziek. Mm. En dan, dan zoek je er andere leden bij. Wat je hier ziet is een transitie. Het zijn van een aantal veteranen die zeggen van. Ik ben er klaar mee omdat ze ook weten. van ja, weet je, het gaat me niet lukken om het nog beter te maken. of whatever. Dat wil ik niet meemaken. Een nieuwe generatie moet het gaan overnemen. Maar je weet nooit of dat hetzelfde gaat zijn. Dat is zo fucking moeilijk. Maar het gaat niet hetzelfde zijn. Nee. Dat kan helemaal niet. Dus dat, nee, het gaat veranderen. Ja. En, en dat is het. Um... Weet je, het zou kunnen zijn dat er een nieuwe doelgroep van GTA-fans komt bijvoorbeeld. Die veel meer richting GTA Online zitten. Die Zeker. dat heel erg La, leuk vinden. Ja, ja, ja. Um, voor ons is het pijnlijk. Omdat wij, ja. die, wij hebben die generatie meegemaakt. We hebben GTA zien komen. Ja. We hebben het van goed naar extreem goed zien gaan Um, ja, voor ons gaat het pijnlijk zijn. Maar je hebt kans dat de nieuwe generatie gamers dit heel anders ziet. Nee, daar nou, goed. En we hebben natuurlijk ook meegemaakt die GTA Trilogy. Uh, laatst weer die Red Dead Redemption. Waarvan iedereen dacht: Oh, dat is de remake voor de PlayStation 5 van, uh, van Red, de, de originele Red Dead mm. Redemption. Hoe vet is dat? Bleek dan ook weer de Switch-versie te zijn. <laughs> yeah, yeah. Rockstar is veranderd. Is iets veranderd. En dat kan binnen bedrijven. Of dat tof gaat zijn, uh, ja, dat moeten we nu gaan meemaken. Maar weer een veteraan. Uh, grote jongen. Ik, 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 ja goed, we gaan het zien als ja. uh, GTA 6. Uh, De dagen zijn voorbij. Ja, het zou best kunnen, ja, inderdaad. Ja. Volgende week nieuwe Piepshow. Ja.